Een druk bezochte bijeenkomst zaterdag in de Oude Kerk in Maasland. Arnoud Rodenburg nam officieel afscheid als burgemeester van Midden-Delfland. Tal van inwoners, collega's en andere mensen kwamen langs om hem te bedanken. Hoe vindt u het dat er zoveel mensen zijn gekomen? Ja, dat is fantastisch. Dat is echt geweldig. Zoveel warmte. Daar kan je alleen maar van dromen. Vindt u het jammer dat meneer Rodenburg weggaat? Ja, buitengewoon jammer. Ja, was altijd een hele sympathieke, warme collega. Vanaf het begin heel goed contact met hem gehad. En ja, nee, jammer dat hij vertrekt. Het is gewoon een hele leuke en vrolijke collega. Met een heel groot relativeringsvermogen. Veel ervaring natuurlijk. Het was mijn opvolger. Het komt niet zelden voor dat een burgemeester zo lang in het ambt blijft. En als dat gebeurt, dan is er sprake van een goede chemie doorgaans tussen de bewoners en de burgemeester. En hopelijk ook een goede chemie tussen de politiek en de burgemeester. Wij delen een passie, Arnoud. En die heeft met water te maken. Wij zijn allebei gek van bootjes en van water. Heerlijk het water, wind voor de aarde en genieten van het mooie landschap. Vaak gelachen om dingen. Om de soms hele vreemde dingen in het openbaar bestuur. Gewoon echt een hele goede tijd gehad met elkaar. Maar ik gun hem nu ook van harte weer een mooie nieuwe stap. En dat gaat hij zeker doen met zijn bootjes en lekker een beetje in de zaak van zijn vrouw. Nou, gaat het helemaal worden, dus laat hij er maar lekker van genieten. Ik heb tegen Arnoud gezegd van je bent altijd welkom, je blijft altijd welkom in onze stad. Lopend of met je eigen boot of hoe dan ook. Als kers op de taart werd Rodenburg ook nog eens verrast met de onderscheiding van ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wat gaat u het meest missen? Ja, dit. Met de mensen samen. Het Midden-Delfland dragen, uitdragen en met elkaar zijn en mooie dingen voor elkaar boksen. Ja, dat ga ik wel een beetje missen, ja. De laatste werkdag van de burgemeester is donderdag.